Dank u wel. Allereerst dank aan de collega-Kamerleden voor de coulance. Dat is heel fijn, zeker voor kleine partijen, maar ik denk dat het ook een hele goede uitstraling is naar buiten toe, dat we hier niet alleen maar aan het vechten zijn, maar dat we elkaar ook dingen gunnen. Dat gezegd hebbende wil ik beginnen met wat ik te zeggen heb. Voorzitter en inwoners van Nederland. Zelf ben ik bezig met het uitzoeken waar mijn voorouders allemaal vandaan komen. En daar heb je allemaal hele mooie sites voor. En het is heel leuk om te zien dat ik al echt tot in 1700 kan kijken. En dat ik kan zien waar ze woonden, wat ze deden. En mevrouw Simons raakte mij een paar maanden geleden heel erg in een debat. Ik had er dus nooit bij stilgestaan. En ze zei, ik kan eigenlijk alleen maar tot mijn overgrootmoeder gaan. En voor de rest, weet ik het niet. En dat was voor mij wel een beetje een eye-opener. Want ik zal je eerlijk zeggen, ik was echt wel met gestrekt been over excuses. En ze is allemaal nodig en van onzin allemaal. Maar dat heeft mij wel eigenlijk anders doen denken. Dus dat vind ik heel waardevol. En ik vind ook dat wij moeten beseffen dat wij dat dus wel allemaal kunnen. Hè? Dat uitzoek van voordelen. Dat is misschien maar een heel klein iets. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat voor mensen die dat niet kunnen, dat het gewoon heel pijnlijk of ernstig is. Want die hebben geen keus. Die kunnen het gewoon niet. Punt. Wat me ook heel erg raakte, wat mevrouw Simons ook heeft gezegd, dat is, ik geloof dat haar oma dat had verteld aan haar of gezegd. Sofana, het is niet dat het 150 jaar geleden is afgeschaft. Het is het punt dat het 350 jaar heeft geduurd. En ook daarvan dacht ik, ja. En dat zijn dingen waar ik dus zelf eigenlijk nooit over na heb gedacht. En daarom vind ik het heel goed dat we dat debat voeren. Maar ook met ruimte voor andere meningen, hè, of andere standpunten. Ik kan me namelijk ook gewoon heel erg goed voorstellen dat er mensen in Nederland zijn die het wel onzin vinden. Die denken van, maar waarom moet ik nou excuses aanbieden? Ja, volgens mij heeft niemand gezegd dat alle Nederlanders moeten buigen of knielen of persoonlijk excuses moeten aanbieden. Volgens mij is er gevraagd om namens de regering excuses aan te bieden voor wat wij in die tijd hebben gedaan. Nou, die mensen die in die tijd in de regering zitten, die kunnen dat niet meer. Die liggen al even onder de grond. Maar onze regering kan dat wel. Dus ik ben ook helemaal dus niet tegen excuses aanbieden voor het slavernijverleden. We zullen het gesprek over de geschiedenis zullen we wel moeten blijven voeren en ook op zoek blijven gaan naar elkaars verhaal. En ik vind dat we een debat moeten voeren, niet gestoeld op alles wat uit Amerika overwaait, maar wat hier in de samenleving wordt gedacht en gevoeld en waarover wordt gediscussieerd. Wat uit Amerika op de universiteit gebeurt, waait hier naartoe over. Dat komt bij ons in de Amsterdamse studenten of in de grachtengordel. Buiten de ring A10 zijn mensen daar helemaal niet mee bezig. Die zijn niet bezig met termen als white fragility of kritische rassentheorie of decolonisatie. Dus ik wil graag een oproep doen om het Nederlandse of het debat over de slavernij in Nederland te voeren. Het Nederlandse debat, niet het Amerikaanse debat. Nog even over het fonds. Ja, daar ziet BBB helemaal niks in. We hebben zo ongelooflijk veel subsidiepotjes in Nederland. Er zijn miljoenen, tientallen misschien, miljoen, misschien wel honderden miljoenen beschikbaar voor mensen die iets willen met bewustwording. En die kunnen gewoon daarvoor een subsidie aanvragen. En ik vind het in deze tijd van koopkracht en mensen die rekeningen niet kunnen betalen, vind ik het ook eigenlijk niet kunnen dat we dan 200 miljoen extra gaan uittrekken voor zo'n fonds. Waar ik ook aandacht voor wil vragen is inderdaad moderne slavernij. De heer Bisschop heeft het net heel goed aangegeven. Kijk, als wij excuses aanbieden voor de slavernij, wat ik dus persoonlijk terechte excuses vind namens de regering, niet elke Nederlander hoeft dat persoonlijk te doen, vind ik ook dat we een echte nadruk nu moeten gaan vestigen op de moderne slavernij. We hebben hier allemaal smartphones. We willen niet weten wat voor dwangarbeid daar is, kinderarbeid daarvoor is.
En ik vind dat als we dat niet doen, die moderne slavernij niet benoemen hierna, dan vind ik eigenlijk dat die excuses dan ook maar voor de bühne zijn geweest. Want het is heel goed wat de heer Bisschop zei. Wat zullen de volgende generaties van ons vinden als wij dat zomaar toelaten? Voorzitter, tot slot. Ik heb niet zozeer een vraag aan de minister-president of de minister, maar wel aan de minister van Onderwijs. Want ik zou de minister van Onderwijs eigenlijk willen vragen of hij kan kijken nadat wij zeg maar, in onze schoolboeken dus niet alleen zeg maar, aandacht vestigen op het slavernijverleden van toen, maar of in de schoolboeken ook heel duidelijk gezegd kan worden, kinderen bewust gaan maken van hun consumentengedrag bijvoorbeeld, hè, dat ze een smartphone kopen of kleding, dat zij dan ook dat ze ook weten dat er moderne slavernij is en of dat in een lesboeken terecht kan komen of dat de minister bereid is met onderwijsorganisaties daarover te spreken, dat nadrukkelijk gebeurt. Dank u wel. Interruptie. Dank u. Mevrouw Simons, bijeen. Voorzitter, dank u wel. Ik wil graag beginnen mevrouw Van der Plas te bedanken voor het feit dat zij memoreert aan wat wij hebben uitgewisseld en hoe dat haar heeft beïnvloed. Ik denk dat het mooi is dat we als politiek laten zien dat we wel degelijk af en toe naar elkaar luisteren en tot nieuwe inzichten kunnen komen. Dus dank dat u dat mevrouw Van der Plas dat hier even meldde. Redelijk aan het eind van haar betoog zei mevrouw Van der Plas, ja, excuses, daar kan ik me in vinden. Maar mede dankzij de inzichten verkregen. Maar zo'n fonds, nee, daar zie ik geen heil in. En dat mag natuurlijk. Wellicht is het wat gratuit. Het fonds komt er sowieso, ongeacht wat mevrouw Van der Plas daarvan vindt. Dat is al toegezegd en beklonken. Maar ik vraag me wel af of mevrouw Van der Plas haar motivatie, namelijk, je kan al zoveel subsidies aanvragen, doe dat gewoon en het hoeft niet uit een potje. Of ze die zelf niet wat kort door de bocht vindt. Omdat zij hier toch vaak spreekt. Ik zal niet zeggen namens, maar zeker ten behoeve van een sector die wel degelijk belang hecht aan het vinden van het juiste potje met betrekking tot de juiste besteding. Dus als mevrouw Van der Plas zegt, er is geld zat, iedereen kan geld vinden als die zich wil bezighouden met emancipatie, vooruitgang, heling, verwerking, wat dan ook. Maar dat geld hoeft niet geallockeerd te worden. We hoeven niet te weten dat het uit dat potje komt en daaraan besteed is. Dat vind ik een beetje een rare houding van mevrouw Van der Plas. Mevrouw Van der Plas. Ja, voorzitter, sorry. Ik trek hier geen landbouwdebat van. Hè. Dat is dus door deze vraag. Maar ik zal me wel genoodzaakt moeten voelen om daar iets korts over te zeggen. Hoewel ik het en de setting niet heel erg gepast vind. Kort. Om het over de inkomens. Nee, het enige wat ik daarover wil zeggen is dat boeren heel erg graag van de subsidies af willen. Boeren willen een goede prijs voor hun product. En de GLB-subsidies, dat is ook heel kort, die zijn ingesteld destijds vanuit de Tweede Wereldoorlog, werd gezegd nooit meer honger. Daar kwamen de gemeenschappelijke landbouwbeleid subsidies voor, ook zodat boeren zeg maar, ook konden concurreren op de wereldmarkt. En daar maken boeren voedsel voor. En dat is een eerste levensbehoefte. Die maken daar geen voetbalschoenen voor en die maken daar geen nagellakpotjes voor. Het is een eerste levensbehoefte. Maar als de boer een goede prijs krijgt voor zijn product, zijn er heel veel boeren die zeggen, laat mij die subsidies maar, laat dat maar en dan kunnen we het zelf. Dank u wel. En misschien een reactie op de andere vraag van mevrouw Simons. Een motivatie gaf u aan. Als ik zo vrij mag zijn, voorzitter, dank u wel voor uw coulance. Kijk, mijn vraag gaat niet over wat boeren van subsidies vinden. Mijn vraag gaat erover dat als we gelden allokeren en bij excuses wordt aangepast gedrag. En we willen dat gedrag ook monitoren. Hebben we daadwerkelijk de dingen gedaan die passend zijn naar excuses? Die dingen kosten geld, altijd. En dan willen we ook weten of het bonnetje klopt, of dat boekhouding klopt. Of dat geld dat ergens voor bestemd was, ook daaraan besteed is. We willen geen stapsituaties opnieuw creëren, waarbij we maar moeten zien waar dat geld gebleven is. Het gaat mij niet om of boeren wel of niet subsidie krijgen. Het gaat me niet om of musea wel of niet subsidie krijgen. Het gaat mij erom dat ik mevrouw Van der Plas hoor zeggen, dat geld kan overal wel vandaan komen. En mijn vraag is het niet verstandig om te zeggen, we hebben een geallockeerd bedrag, 200 miljoen... wat mij betreft niet genoeg, maar daar gaat het nu niet over. Dank u wel. Ja. We hebben een geallockeerd bedrag.
En als daar geld wordt uitgegeven, moeten we weten dat het daaraan is uitgegeven, zodat we kunnen controleren of we ons gedrag hebben aangepast nadat wij excuses hebben gemaakt. Mevrouw van der Plas. Ja, maar er zijn al gealloceerde subsidiepotten. Voor bewustwording, voor tentoonstellingen, die zijn er al. En volgens mij kan iedereen daar gewoon aanspraak op maken, op die subsidiepotten. Bij de gemeente kun je subsidies aanvragen, bij de provincies kun je subsidies. Er zijn gealloceerde bedragen voor cultuur, geschiedenis, historie, noem maar op. Dus wat mij betreft hoeft daar niet een nieuw fonds van 200 miljoen euro te zijn. Want dat geld is er al. En dat is niet dat je dat maar ergens vandaan moet halen. Je kunt gewoon aanspraak maken op subsidiepotten die voor dit soort dingen zijn bedoeld. Mevrouw Teunissen, Partij voor de Dieren. Ja, voorzitter, ik vind het toch een beetje een verwarrend verhaal van mevrouw van der Plas. Want zij zegt, ik ben eigenlijk tot nieuwe inzichten gekomen door mevrouw Simons. Ik wist eigenlijk nog helemaal niet, ik stond er helemaal niet bij stil, dat sommige mensen alleen maar kunnen terugkijken tot hun oma of opa. En niet verder terug. Of overgrote oma. Dus daar zit toch iets van gebrek aan historisch bewustzijn. Dat hebben we wel geconstateerd. En die excuses zijn er juist een hele mooie stap richting het historische bewustzijn dat er misstanden zijn geweest, dat we een gezamenlijke toekomst hebben. En mevrouw van der Plas zegt nu eigenlijk, nou, ik vind die excuses, dus dat besef, dat vind ik heel belangrijk dat dat er komt. Maar ik wil daar eigenlijk geen specifieke consequenties aan verbinden qua geallockeerde middelen. Dus ik wil er eigenlijk verder niet extra aandacht aan besteden. Begrijp ik dat goed? Nee, heeft u het niet goed begrepen? Ik heb het net uitgelegd. Er zijn heel veel subsidiepotten. Als mensen voor de bewustwording, voor een tentoonstelling of een expositie of een dialoogtafels of wat je ook maar kan bedenken, hè, om zeg maar de slavernij die we toen hebben gehad, om dat te bespreken, daar staan mensen vrij in. Ik vind, moet iedereen die dat wil, moet vooral kijken of ze daar subsidie voor kunnen aanvragen. Ik vind alleen niet dat daar nu weer een apart fonds voor moet worden opgericht. Er zit 200 miljoen in. Heel veel partijen vinden dat heel weinig. Ik vind het veel geld. We hebben een heleboel zaken in Nederland waar honderden miljoenen voor nodig zijn. Denk aan de zorg of de onderwijs of de jeugdzorg. En kijk, als er nou nog helemaal niks was, dat mensen helemaal nergens subsidie konden aanvragen, dan vind ik het een heel ander verhaal. Maar er zijn gemeentelijk, provinciaal, landelijk, zijn er gewoon al heel veel subsidiemogelijkheden. En dan denk ik van ja, waarom daar dan niet gebruik van maken en waarom nu weer 200 miljoen lostrekken voor een apart fonds? Dank u wel. Mevrouw Teunissen. Voorzitter, er zijn wel subsidiemogelijkheden, maar die zijn helemaal niet specifiek bedoeld voor deze periode uit de geschiedenis. En het is een feit dat we bijvoorbeeld, kijk, als ik naar Curaçao kijk, daar is het onderwijs over de slavernijgeschiedenis gewoon niet op orde. Dus vindt mevrouw van der Plas, in ieder geval erkent zij dat er meer aandacht moet komen voor bewustzijn, historisch onderzoek, onderwijs, allerlei projecten om ervoor te zorgen dat wij die zwarte bladzijden uit de geschiedenis, dat we die zichtbaar maken. En is het daar in ieder geval over eens? Mevrouw van der Plas. Nou, ik denk dat ik daar duidelijk in ben geweest. Sterker nog, ik heb de minister-president geen vraag gesteld. Ik heb de minister geen vraag gesteld. Ik heb de minister van Onderwijs juist een vraag gesteld, specifiek daarop. En dus niet alleen om aandacht te besteden aan het slavernijverleden wat we hebben gehad, maar zeker zo belangrijk om te kijken naar de moderne slavernij, wat er nu in de wereld gebeurt, is in feite, ja, voor ons is het misschien ver van ons bedshow, hè, als Oeigoeren allerlei onderdelen maken in allerlei spullen die hier met grote zeeschepen uit China naartoe komen, vinden wij misschien ver van ons bedshow, maar voor die mensen is het echte slavernij. En ik vind dat we onze kinderen, daar moeten we natuurlijk mee beginnen, ook moeten leren dat het niet alleen toen was, maar dat het nu nog steeds voortduurt en dat het gewoon verschrikkelijk is. En de slavernij is pas afgeschaft als er nergens in de hele wereld ook maar één slaaf aan het werk is. Dan is het pas afgeschaft. Is er een interruptie van mevrouw Simons of mevrouw Belhaar? Dat gebeurt nu live, zodat iedereen het kan zien. Heel bijzonder. Mevrouw Simons, bij gebeurt. Voorzitter, ik heb toestemming om geheel autonoom een interruptie te plegen. Net gekregen van mevrouw Belhaar. Nou, voorzitter,
Het is een interruptie en dat kost me dan een interruptie. Ik weet niet, misschien is het wel een punt van orde, maar ik merk, voorzitter, dat ik alle begrip heb voor het feit dat mensen moderne slavernij belangrijk vinden. Ik vind dat ook belangrijk. En ik vind dat we op alle mogelijke manieren ons moeten verzetten daartegen. Internationale verdragen moeten afspreken en eren. Om ervoor te zorgen dat mensenrechten wereldwijd beschermd zijn. En tegelijkertijd, voorzitter, merk ik dat ik moeite heb met het automatisme waarmee, wanneer dit onderwerp op tafel ligt en gesproken wordt over onze smartphones. Dat er spullen in onze smartphones zitten die slecht zijn voor aarde en milieu, aarde en mens en dier. Dat die verkregen worden vaak door kinderhandel. Hetzelfde geldt voor de kleding die we dragen. Of je nou hele dure kleding koopt of hele goedkope kleding koopt, de productie is vervuild, smerig. En daar moeten we wat mee. Daar sta ik volkomen achter, voorzitter. Wat mij echter tegen de borst begint te stuiten, is dat 9 van de 10 keer, als ik het mensen hoor hebben over moderne slavernij, dan is dat naar aanleiding van deze slavernij en het koloniale verleden. En dat stuit mij, voorzitter, toch een klein beetje tegen de borst. Want ja, belangrijk dat we daar aandacht aan hebben. Maar nee, op geen enkele manier zijn die misstanden die heden ten dagen gepleegd worden vergelijkbaar met het institutionele karakter van de mensenhandel die toen heeft plaatsgevonden. Op geen enkele manier. En voorzitter, ik zou aan mevrouw Van der Plas en alle sprekers na haar willen vragen om dat onderscheid goed te blijven maken. Dit debat gaat specifiek over de excuses die zijn aangeboden voor het koloniale en slavernijverleden van Nederland ten aanzien van haar voormalige koloniën. Het gaat niet, hoe verschrikkelijk dat ook is, over de misstanden die as we speak plaatsvinden op verschillende delen van de wereld. Dank u wel. Die we ook moeten bestrijden. Mevrouw Van der Plas. Ja, wat is uw vraag? Voorzitter, ik meen gezegd te hebben het volgende. Ik vraag aan mevrouw Van der Plas en alle Kamerleden die na haar spreken om dat onderscheid heel goed te blijven maken en niet automatisch wanneer wij dat leed en de gedane zaken met institutioneel karakter van de mensenhandel, de minister-president heeft het in zijn speech genoemd, ik meen misdaden tegen de menselijkheid en ik ben het daar zeer mee eens. Ik heb een heel specifieke vraag aan u gesteld, mevrouw Van der Plas. Of u dat onderscheid, of u die twee vormen van mensonterendheid, mensonterende gang van zaken, alsjeblieft niet op één hoop wil gooien. Het raakt mij persoonlijk op het moment dat iemand zegt, dat is hetzelfde. Dat is niet hetzelfde. Mevrouw Van der Plas. Nou ja, kijk, mevrouw Simons heeft er het volste recht op om het op haar manier te discussiëren of te debatteren. Ik doe dat op mijn manier. Volgens mij heb ik ook niet gezegd dat het hetzelfde is. Ik heb gezegd dat als wij nu het slavernij-excuses maken en vervolgens blijft het daarbij en we hebben geen aandacht, ook niet in onze schoolboeken, voor onze, bij onze kinderen die opgroeien, voor het feit dat slavernij niet is afgeschaft. En volgens mij, ik weet niet of er iets is van dat het één beter of meer of erger is dan het ander. Dat schaadt mevrouw Simons misschien onder dat je allemaal hetzelfde noemt. Maar ik vind gewoon dat als we dat niet doen, dan hebben excuses voor slavernij gewoon helemaal geen zin. Dat is gewoon mijn persoonlijke mening. Dank u wel. En of ik dat onderscheid wel of niet maak, of dat ik dat nooit meer op één hoop gooi, wat ik volgens mij niet heb gedaan, ja, daar ga ik zelf over. Ze mag de vraag, mevrouw Simons mag de vraag stellen. Maar ik voer het debat op mijn manier. En ik vind het al heel wat dat we hier in op een open manier daarover kunnen spreken, zonder dat we elkaar in de haren vliegen of elkaar voor racist uitmaken. Daar ben ik helemaal niet voor. Ik wil juist dat die dialoog goed gevoerd wordt. En ik wil juist ook de mensen die wel nog hele grote bezwaren hebben, waarom ze dat dan ook hebben, laat ik dan even in het midden. Maar dat we die dialoog met die mensen ook gewoon op een goede manier kunnen voeren. Dan tot slot, voorzitter, de laatste zin. Want als we dat niet doen, dan blijft iedereen in die loopgraven zitten.
En dan komen we dus nooit ergens. En door dat steeds maar te polariseren, je mag dit niet zeggen, je mag dat niet zeggen, of je moet zus doen, of je moet zo doen, jij moet vinden wat ik vind, ja, dan heeft een debat verder gewoon geen zin. Dank u wel. Mevrouw Cunahan. Dank u wel, voorzitter. Ik ga iets anders schetsen. Ik was in het najaar was ik in Canada. Daar, dat land heeft ook gruwelijke dingen gedaan tegen misdaden tegen de menselijkheid begaan. Er is een veel transparanter dialoog daar gaande met veel meer empathie. Zonder dat iedere Canadees daar direct of indirect via de voorvaderen schuld aan heeft, is daar gewoon veel meer een erkenning van wat een ander ooit in het verleden is aangedaan, kan nu ergens in het heden op aarde plaatsvinden. En dat besef, dat je dat weet, wat leed doet, dat het in het heden en ook in de toekomst kan doorwerken, dat mis ik hier. Hier wordt structureel, en ik vind dat mevrouw van der Plas dat ook doet, beperkt wat de emotionele impact is van de slavernij. En voor mij betekent dat dat je je onvoldoende verplaatst in wat een ander zegt en wat een ander kan voelen. En volgens mij, en ik zat erover na te denken in de auto op weg naar hierheen, ik denk dat de mooiste geste, misschien die ik uit de geschiedenis ken, is Willy Brandt die door de knieën gaat. En ik wil helemaal niet andere onderwerpen er per se bij halen, maar het gaat om beeld. Het gaat om erkenning, het gaat om inleving. En volgens mij is mijn vraag daarbij aan mevrouw van der Plas, volgens mij is zij juist wel een inlevend mens. En ik zou het fijn vinden dat zij die inleving, want ik ga een persoonlijke anekdote vertellen. Ik kwam hier terug in de kamer en zij was degene die mij echt gewoon omarmde en het gevoel gaf, welkom terug. Volgens mij kan zij zich juist heel goed inleveren en kan mevrouw van der Plas juist wel een bijdrage leveren dat een deel van de Nederlanders zich niet gehoord en gevoeld voelt in dat slavernijverleden. Dus ik doe een appel aan mevrouw van der Plas om juist haar empathisch vermogen in haar tijd achter het katheder wel meer te laten doorklinken. Want zij heeft het in zich volgens mij. Ja, mevrouw van der Plas. Ja, kijk, dat mag mevrouw Gundogan vinden. Ik doe mijn best, hè, ook om, en dat is natuurlijk een beetje slap, hè, ik doe mijn best, dus ik val me niet lastig, zo bedoel ik het niet. Maar ik denk net als de minister-president, die eigenlijk ook zei van, ja, maar dat gaan we helemaal niet doen. Hè, die heeft ook geluisterd naar mensen, die heeft gesproken met mensen, en dan kom je tot nieuwe inzichten. En dat is een proces. Dat kun je niet afdwingen. Dat kan mevrouw Simons niet afdwingen, dat kan mevrouw Gundogan niet afdwingen. Je kunt niet zeggen, dat moet jij nu gaan doen. Want dan deug je, of dan hoor je erbij, of dan doe je het goed. Iedereen doet het op zijn manier, zo kijk ik ernaar. Iedereen doet het op zijn manier goed. En iemand anders kan vinden dat hij dat slecht doet. En daarom wil ik juist zo graag dat die dialoog start, ook landelijk. En dat we gewoon naar elkaar luisteren. Maar dat we ook kunnen denken van, ja, weet je, ik ben het totaal niet met je eens. Maar we kunnen het er ook over eens worden dat we het nu niet eens zijn. En we zetten het gesprek later verder voort. En zoals ik het nu een beetje voel, en nogmaals prima, daarom voeren we ook een debat, is dat er hier nu eigenlijk, en door mevrouw Gundogan, ook een beetje door mevrouw Simons, wordt opgelegd hoe ik hiermee om moet gaan. Maar ik doe dat op mijn tempo, ik doe dat op mijn manier, ik doe dat met mijn woorden. En als je het niet mee eens bent, mag je me altijd op die woorden aanspreken. Ik ben niet bang voor kritiek, ik loop nergens voor weg. En dat is volgens mij, even los van wat je nou van het onderwerp precies zelf vindt, maar dat is volgens mij de manier waarop we hier in Nederland met elkaar moeten omgaan. Dank u wel. En niet afdwingen van wat je moet denken of wat je moet vinden. Ja, ik heb hersens, mevrouw Gundogan heeft hersens, die zien er anders uit en die hebben andere gevoelens en andere gedachten. En ik vind dat door het gesprek met elkaar te voeren, kom je nader tot elkaar. Maar je moet ook kunnen concluderen, dat is ook helemaal niet erg, dat je zegt, agree to disagree. Hè? We zijn het eens dat we het gewoon niet eens zijn. Ik weet het in ieder geval ergens over eens. Dank u wel, heeft u gezegd. Dan, ja. Dus laat iedereen het gewoon op zijn eigen manier, op zijn eigen tempo. En gewoon laten we het gesprek gewoon blijven voeren. Mevrouw Cunahan. Dit wordt dan een discussie die eigenlijk geen discussie zou moeten worden. Dit gaat om het verdriet van een ander en daar zou je niet over in discussie moeten gaan. Daar zou je gewoon een luisterend oor voor moeten hebben. En dat is denk ik wat er misgaat. Ik ben niet de teller van een slaafgemaakte. Ik ken persoonlijk die kansen niet. Ik probeer me alleen in te leven. En dat is het appel dat ik doe. Wij zullen allen die geen directe geschiedenis hierin heeft, het misschien niet vanuit onze eigen familiebanden weten, net zoals ze zoveel geschiedenis in de wereld niet voelen, maar het gaat om inlevingsvermogen. We zijn mensen.
We zouden ons kunnen verplaatsen wat dit doet. Wat dit gewoon betekent voor de families die hier wel gewoon... En dat is denk ik gewoon de boodschap. Dit gaat helemaal niet om deugen. Dit gaat om de menselijke kant laten zien. En het bijkomend voordeel daarvan is, en dat kan ik over Canada dan zeggen, is hoe meer je dat met z'n allen doet, hoe minder polarisatie er is in de samenleving. Okay. Dus het heeft ook zijn politieke voordelen op een hoger niveau. Maar op een interactie van mens tot mens levert ertoe dat de ander zich gezien voelt. En dat is de grootste pijn die ik weet van psychologen, is dat mensen met verdriet die rondlopen zich niet gezien voelen. Dat is de grootste afwijzing die er is voor mensen met verdriet. Ja, mevrouw van der Plas. Dat snap ik heel goed. Dat is wat we hier ook heel vaak in andere debatten doen. Dat is heel vaak wat ik zelf ook zeg. Mensen in Nederland, overal ter wereld, maar we hebben het hier even over het Nederland en het Nederlandse parlement, willen gezien, gehoord worden en serieus genomen worden. Alleen dat al, zonder dat je misschien iets voor ze kunt doen of... misschien kun je niet voldoen aan hun verwachtingen, maar het feit dat je dat doet, dat ervaar ik zelf dagelijks in mails van mensen, dat je alleen al antwoord geeft op een mail. Nou ja, het is bizar hoe blij mensen daar al mee zijn. Want het zou normaal moeten zijn, dat Kamerleden gewoon allemaal hun mail beantwoorden. Een luisterend oor bieden. Ik bied een luisterend oor, maar ik doe dat misschien niet op de manier waarop mevrouw Gundogan dat graag zou zien. Of mevrouw Simons, of misschien iemand anders in de Kamer. Maar ik ben niet doof. Volgens mij heb ik in mijn inbreng, heel duidelijk ben ik daar juist mee begonnen. Dat ik juist tot nieuwe inzichten ben gekomen, dat ik daar juist naar heb geluisterd. 2013, 2012, wanneer begon de Zwarte Piet discussie? Nou, ik vond het belachelijk. Ik vond het belachelijk. Zwarte Piet weg, nou echt iedereen, zo dacht ik. Ik vond het bizar. Inmiddels krijg je ook nieuwe inzichten. Weet je wat ik denk? Als we nou, met die slavernij-excuses ook, als je daar een groep mensen erkenning mee geeft, of gehoor geeft aan hun verdriet of hun pijn, wat is daar dan mis mee? Wie berokkenen we nou leed in Nederland als we zeggen, jongens, wat destijds is gebeurd, ik zeg even simplistisch en niet disrespectvol bedoeld, maar jongens, wat daar toen is gebeurd, daar kunnen wij nu gewoon, wij hebben de mogelijkheid om daar excuses voor aan te bieden. En daar zijn een hele groep mensen, die zijn daar blij mee. Dat bedoel, heb ik ook gezien, ik heb ook met mensen gesproken die dat echt als een waardering voelen. En ik kan u nog één ding vertellen, mevrouw Gunn, of via de voorzitter. Ik besef heel goed ook dat in mijn achterban hele kritische mensen zitten op excuses aan het slavernijverleden. Maar ik loop daar niet voor weg. Ik zou heel makkelijk kunnen denken van ja, laat ik dat maar niet doen, want ik krijg een hele hoop bagger en kritiek van oh, ben je helemaal links geworden of ben je het partijkartel. Dat zou heel makkelijk kunnen zijn. Hè? Ik had ervoor kunnen kiezen om dit debat niet te voeren. Om te denken van ja, dat is een beetje tricky. Maar dat doe ik niet. Ik sta hier wel. Ik sta hier wel om aan te geven hoe ik het zie. Dank u wel. En als dat heel veel bagger en heel veel kritiek, sterker nog, stemmen zou kosten, zetels zou kosten, wat ik niet denk, maar zou dat zo zijn, dan zij dat zo. Want dit is hoe ik, en BBB, over slavernij, moderne slavernij en slavernij-excuses denk. Dit is hoe ik erover denk. Dus mensen daar niet mee eens en mogen... Helemaal prima. Dank u wel, en dan hoeven ze ook niet op onze stemmen. Dat staat mensen ook gewoon vrij. Ja. Dus volgens mij bied ik wel een luisterend oor. Maar ik doe dat niet op commando en op een regel die iemand anders mij oplegt. Ik doe dat op mijn manier en in mijn tempo. En ik sta altijd open voor gesprek met iedereen. Kijk even of er een nieuwe vraag is, want anders blijven we een beetje in de herhaling. Hier kort verder en dan laat ik het erna bij. Kijk, ik vind het mooi dat mevrouw van der Plas een curve van voortschrijdend inzicht heeft meegemaakt. En hier komt het vervolgstuk. Mevrouw van der Plas zit op een unieke plek, zoals wij alle 150 zitten. Wij kunnen heel veel kennis en ook verhalen gewoon krijgen van het hele land. Dat fonds draait erom dat 17 miljoen mensen, net als mevrouw van der Plas, dat voortschrijdend inzicht kunnen krijgen. En daar gaat mijn vraag over aan mevrouw van der Plas. Als u uw eigen ontwikkeling dan voor ogen neemt en ziet dat u meer empathie heeft, dan gunt u dat toch ook de Nederlander die dat punt nog niet heeft bereikt. En daar dient dit fonds voor. Dan wat is dan het bezwaar tegen dit fonds? Mevrouw
Mevrouw van der Plas. Nou ja, ik denk dat ik mijn bezwaren tegen het fonds voldoende heb uitgelegd. Ik ga niet in herhalingen vallen, ook omwille van de tijd. Ik ben daar heel duidelijk in geweest. En kijk, ik hoef geen schouderklopje of een beloning, hè, van oh, wat fijn en wat mooi dat je voortschrijdend inzicht hebt gehad. Dat hoeft helemaal niet. Nogmaals, ik vertolk zeg maar, mijn gevoelens en mijn gedachten over dit onderwerp. Dat mogen mensen mooi vinden, mogen mensen niet mooi vinden. Mensen mogen afhaken bij BBB als ze het niet met me eens zijn. We leven in een vrije democratie, godzijdank. Dat mag hier allemaal in Nederland. En nogmaals, ik wil ruimte houden voor de dialoog en het gesprek. Inclusief de harde kritiek. Helemaal prima. Maar ik laat mij niet opleggen, door wie dan ook. Door wie dan ook, om dit of dat te vinden, omdat diegene dat vindt. Ik ga in gesprek met mensen, en breed in mijn hele, in alles wat ik doe, in gesprek met mijn mensen, daar luister ik naar, dat hoor ik, dat zie ik, en daar doe ik wat mee in debatten. Dank en nou ja, het fonds, dat laat ik er maar even liggen, want dat kunnen mensen gewoon terugzien wat ik daarover heb gezegd. Ik hoop dat u wel luistert naar de voorzitter. Ik zou niet durven niet te luisteren. Nee hoor. Dank u wel voor uw bijdrage, mevrouw van der Plas. En dan gaan we...